Hartelijk welkom bij Radio Ecclesia, een radio met goed nieuws, nieuws met een eeuwigheidswaarde. We gaan verder met de studie, de strijd om de heerschappij. Als we om ons heen kijken, in de tijd waarin wij nu leven om ons heen, dan zie je dat de hele wereld daar, hier en daar in brand staat. Oorlogen worden uitgevochten, volk tegen volk. En allemaal strijden ze om de macht. Maar wat dus de leiders van die volkeren niet weten, en vooral niet de christelijke leiders van de landen die zich christen noemen, zoals Nederland, daar houden ze geen rekening mee dat de God die hun geschapen heeft, deze dingen al lang heeft voorzegd. De Heer Jezus, de gezalde koning van Israël, heeft in Matteüs 24 uitermate uitdrukkelijk gewaarschuwd en op vele plaatsen in de Bijbel. God heeft zijn profeten gezonden tot zijn volk, maar het volk wilde niet luisteren. Luisteraars, als u en ik de tijd willen verstaan waarin wij nu leven, moeten wij kijken wat de Heere, de God van Israël, onze hemelse Vader, ons heeft te vertellen voor het geslacht wat nu leeft. De Heer Jezus staat op het punt om terug te keren naar deze wereld, om daarover te gaan te regeren. Maar aan het einde van het tijdperk, wat ze dan ook het tijdperk noemen van de zogenaamde grote verdrukking, dus die tijd waarin we nu leven, loopt tot zijn einde en zal steeds feller worden. Je ziet het niet alleen door oorlogen, maar je ziet het ook door rampen, natuurrampen die gebeuren. Grote overstromingen, grote bosbranden, kortom, er is heel veel leed. De afgelopen weken hebben wij dat kunnen zien in Sint Maarten en die omgeving daar, maar ook in Amerika, met bosbranden en met orkanen. Onze hemelse Vader heeft ons dus zijn woord gegeven, wat we de Bijbel noemen. En ik wil in deze les met u kijken wat God beloofd heeft voor onze tijd. En wie zijn nou werkelijk onze vijanden? Want we hebben geen idee, want de Illuminati die willen een één wereldregering. Geen God, maar wel een God die zij aanbidden. En één kerk en al die andere dingen moet allemaal een eenheidsworst worden. Daar doet onze regering ook al mee. Van koning tot ministers en kamerleden en helaas ook onze theologische herders. Die zijn meer misleiders geworden als herders. Ik wil met u praten over Exodus. In Exodus vinden wij de geschiedenis van de kinderen Israëls en hoe zij daar verdrukt werden. Dan roept Mozes, God, om zijn volk uit te... Dan roept God Mozes, want ik moet het goed zeggen, om zijn volk uit Egypte uit te leiden. Dat vinden we in Exodus hoofdstuk 6, vers 5 en 6. Ik wil ook weer de aandacht opzetten dat als u meeleest in uw eigen Bijbel, want dit is niet een verhaaltje wat ik aan u ga vertellen, maar dit is een studie. Dit is niet een preek, maar een studie om u bij te brengen wat voor ons van belang is. Als je er geen aandacht aan wil besteden, kan je net zo goed die geluidsdrager uitzetten. Maar als je echt wil weten wat de Heere God ons te zeggen heeft, pak dan uw Bijbel. Pak Exodus hoofdstuk 6 vers 5 en 6, daar staat: maar ook heb ik de klacht der Israëlieten gehoord. Moet je voorstellen, dus God heeft die klachten van zijn volk gehoord, die door de Egyptenaren tot slaven gemaakt zijn. En ik heb mijn gedachten aan mijn verbond. En ik heb gedacht aan mijn verbond, zegt God. Moet je voorstellen, het is God hoort het gekerm van zijn volk. En hij denkt aan het verbond dat hij met Abraham, Isaac en Jacob heeft gesloten. Zeg derhalve tot de Israëlieten, ik ben de Heere. Ik zal u onder de dwangarbeid der Egyptenaren uitleiden, u redden
van hun slavernij en u verlossen door een uitgestrekte arm en onder zware gerichten. Denk erom, het volk heeft geweldig gezondigd, dus gaat God ze wel uitleiden, verlossen, maar dat gaat vele offers kosten. Zo ook van de kant van God, maar zeker van de kant van zijn volk. Verder zegt de Heer in Exodus 7 vers 4, doch zegt God, Farao zal naar u niet luisteren. Daarom zal ik mijn hand op Egypte leggen en mijn leger scharen, mijn volk, de Israëlieten, uit het land Egypte leiden onder zware gerichten. Er is al twee keer dat God dit herhaalt. Dan vers 11, hoofdstuk 11, vers 7. Maar tegen niemand van de Israëlieten zal een hond zijn tong durven roeren. Tegen mens nog dier, omdat gij weet dat de Heere scheiding maakt tussen de Egyptenaren en de Israëlieten. Moet je goed opletten. Dus God maakt scheiding tussen Israël en de heidenvolkeren. Want als hij zegt, maar tegen niemand van de Israëlieten zal een hond zijn tong durven roeren. Nou, een hond kan natuurlijk niet praten, maar een hond in de Bijbel wordt genoemd honden en varkens. Dat zijn die andere volkeren die altijd in opstand zijn tegen Israël. Dan kijken we even naar Psalm 78, vers 51 tot 53. Hij sloeg alle eerstgeborenen in Egypte, de eerstelingen van hun kracht in de tenten van Gam. Hij liet zijn volk als schapen optrekken, leidde hen als een kudde door de woestijn. Hij voerde hen veilig, zodat zij niet vreesden, want de zee had hun vijanden overdekt. In Exodus 12 beschrijft voor ons de instelling van het Pascha. Het bloed van de deurposten beschermde Israëlieten ten zwaarste strafgericht, namelijk de dood van de eerstgeboren. Bij het Pascha moest men ongezuurde broden eten. Dit symbool wordt gezien als zonde. Na de uittocht uit Egypte trekken de kinderen Israëls door de woestijn en dan lezen wij in hoofdstuk 17 van Exodus 8 tot 16 het volgende. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël te Refidim. En Mozes zeide tot Jozua, kies ons mannen uit, trek uit, strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de heuvelstop staan met de staf Gods in mijn hand. Jozua nu deed zoals Mozes tot hem gezegd had en streed tegen Amalek. Maar Mozes, Aaron en Sur hadden de heuveltop bestegen. En wanneer Mozes zijn hand ophief, had Israël de overhand, maar wanneer hij zijn hand liet zakken, had Amalek de overhand. Toen de handen van Mozes zwaar werden, namen zij een steen, legden die onder hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten, en Aaron en Sur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de andere aan de andere zijde, zodat zijn handen onbeweeglijk bleven tot zonsondergang. Zo overwon Jozua Amalek en diens volk door de scherpte des zwaards. En de Heere zei tot Mozes, schrijf dit ter gedachtenis in een boek en prent het Jozua in, dat ik de herinnering van Amalek onder de hemel volledig zal uitwissen. Toen bouwde Mozes een altaar en noemde het, de Heere is mijn banier. En hij zeide de hand op de troon des Heeren, want de Heere heeft een strijd tegen Amalek van geslacht tot geslacht. Amalek, luisteraars, is de kleinzoon van Esau, de aartsvijand van Jacob. En die hebben we vandaag nog steeds onder ons. Want God heeft een strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. En wij hebben in grote getalen, tenminste onze overheid, dit allergeslacht in ons land binnengelaten. Hoofdzakelijk Turken en slechte Joden. Ik zeg dit oprecht omdat ik geen blad voor mijn mond neem, want het gaat om de strijd om de heerschappij. Hier zien wij dat het nageslacht van Esau strijdt tegen het geslacht van Jacob. Dit is en zal eeuwenlang een hevige strijd zijn tussen twee tweeze geslachten. Het uitverkoren Godszaad tegen het Satanszaad.
Dit heeft al vele miljoenen Adamieten hun leven gekost. Zo ook in onze dagen. Het verkeerde zaad van het valse jodendom en ook het zaad van Ismaël, dus de moslims, vallen onder dit mandaat van God. Ook elk heidenvolk die zich tegen het ware Israël verzette. Kijk maar hoe het moslim-onkruid zich gedraagt in ons eigen land. Helaas is onze overheid blind en met de kerken is het niet beter gesteld. Let op, dit is ook een teken van de eindtijd. De Heere zegt in vers 14 het volgende. En de Heere zeide tot Mozes, dubbele punt, schrijf ter gedachtenis in een boek en prent het Jozua in, dat ik de herinnering aan Amalek onder de hemel volledig zal uitwissen. God vindt deze strijd zo belangrijk, dat er zelfs een gedenkboek moest komen, zodat het volk dit nooit zou vergeten. We gaan kijken. Israël is het koninkrijk van de Heere. We behandelen het hoofdstuk Exodus. In Exodus 19, vers 3 tot 6 lezen wij dan, toen de Israëlieten bij de berg Sinai kwamen, dat God het volgende verklaarde. Dubbele punten, let op. God zegt tot zijn volk, nu dan, indien gij aandachtig naar mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volkeren, let goed op, mijn eigendom zijn. Want de ganse aarde behoort mij. En nu komt het, en gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken zult. Dat God spreekt niet tot andere volkeren. Hoe mooi mensen het ook kunnen inpakken, predikers. Maar dat is niet wat God zegt. Als ze het anders interpreteren, maken ze God tot een leugenaar. Dit alles vond plaats in het jaar 1487 voor de geboorte van de gezalfde koning van Israël. De apostel Petrus herhaalt dat in zijn brief aan de stammen in de verstrooiing. In 1 Petrus 1 vers 1 en 2 in het hoofdstuk 2 vers 9 zegt Petrus het volgende. Hij zegt, Petrus, een apostel, dus een gezondene van wie? Jezus Christus. En hij schrijft aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontius, Galatië, Cappadocië, Azië, Brittannië. Nu zegt hij iets wat heel belangrijk is. De uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader. Ik heb het net gelezen in Exodus. In heiliging door de geest, met een hoofdletter, tot gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van Jezus Christus. Genade en vrede wordt u vermenigvuldigd. En dan zegt hij in dat andere vers. Gij echter, Israël, zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk goden ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Let op de waarschuwing. De theologie hebben eeuwenlang deze belangrijke teksten van Paulus misbruikt voor hun eigen glorie en kerk, om het koninkrijk van God los te maken van het volk Israël en hun eigen uitleg aan gegeven, zodat ook de heidenen onder hun heerschappij kwamen. Zij verkondigen dat de God van Israël nu een bonte kerk bezit, bestaan in alle kleuren van de regenboog. En als je probeert deze misleiding aan de kaak te stellen, schreven zij onmiddellijk racist. Angst leggen ze op het kerkvolk vandaag. Een van de methoden om mensen te misleiden. U bent nu gewaarschuwd. We gaan verder met deze studie. Uit onze vader Abraham is dit koninkrijk uitgegroeid tot een volwaardig goddelijk koninkrijk. God geeft alleen aan dit volk een volmaakte wet. Dit vinden wij terug in de volgende hoofdstukken van Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Dan kijken we naar de twee verbonden. Toen de Heere zijn koninkrijksverbond sloot, gaf hij hen zijn wetten en verordeningen
en werd zo hun koning. Dit werd het Sinaïtische verbond genoemd. Paulus haalt dit aan in zijn brief aan de Galaten, die ook behoren tot die verloren 10 stam. Galaten 3, vers 17 tot 19. Ik bedoel dit, dubbele punt, de wet die 430 jaar is gekomen, maakt het testament waaraan door God tevoren rechtskracht verleend was, niet ongeldig, zodat zij de belofte haar kracht zou doen verliezen. Immers, als de erfenis van de wet afhangt dan niet van de belofte, en juist door een belofte heeft God aan Abraham zijn gunst bewezen. Waartoe dient dan de wet? Let op. Om de overtredingen te doen blijken, is zij erbij gevoegd, totdat het zaad zou komen waarop de belofte sloeg, en zij is op last van God door engelen in de hand van een middelaar gegeven. U ziet in deze brief dat Paulus een directe link legt tussen de Galaten en de verloren schapen van het huis van Israël. Helaas door de geleerden nog niet ontdekt. Dit verbond kan nooit verbroken worden. Dat lezen we in Hebreeën 6 vers 13 tot en met 17. Want toen God aan Abraham zijn belofte deed, zwoer hij omdat hij bij niemand hoger kon zweren dan bij zichzelf, zeggende: voorzeker zal ik u zegenen en zekerlijk zal ik u vermeerderen. En zo door geduld te oefenen, heeft deze het beloofde verkregen. Want mensen zweren bij wie hoger is en de eed dient hun tot bekrachtiging, als einde van alle tegenspraak. Daarom heeft God, toen hij des te nadrukkelijker aan de erfgenamen der beloftingen het onveranderlijke van zijn zaad willen doen blijken, zich onder eden verbonden. De slechte invloed van de heidenvolkeren, dus de Marokkanen, de Chinezen, die allemaal in ons land zijn, hebben een slechte invloed op het Nederlandse volksleven. De Heere heeft in die tijd de heidenvolkeren voor Israël verjaagd wegens hun goddeloosheid in al hun gruwelijke. Denk erom, Israëlieten waren geen heilige woontjes. Ze hebben zich veel ontzettend gezondigd, maar ze zijn ook ernstig gestraft door God. Nou, in Deuteronomium 9 vers 4 tot 6 zegt: niet bij uzelf, wanneer de Heere uw God hen voor u uitgejaagd heeft, wegens mijn gerechtigheid heeft God mijn land in bezit te doen nemen. Want wegens uw goddeloosheid drijft de Heere deze volkeren voor u weg. Niet wegens uw gerechtigheid, nog wegens uw oprechtheid van uw hart gaat gij hun land in bezit nemen. Maar wegens hun goddeloosheid, dus die heidenvolken waren vol goddeloosheid, drijft de Heere uw God deze volkeren voor u uit, om het woord gestand te doen dat de Heer uw vader Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. Weet dus dat de Heere uw God u dit goede land niet in bezit geeft wegens uw gerechtigheid. Gij zijt immers een hardnekkig volk. Vandaag nog zo. Deuteronomium 20, 16 vers 18. Maar uit de steden van deze volkeren die de Heere uw God u ten erfdeel zal geven, zult gij niets wat adem heeft in leven laten. Let op. Maar gij zult ze volledig met de band slaan. En dan gaat hij ze noemen: de Hittieten, de Amorieten, de Kanaïten, de Perzieten, de Siwieten en de Jebusieten. Zoals de Heer uw God geboden heeft, opdat zij u niet leren te doen naar al de gruwelen die zij voor hun goden doen, zodat gij tegen de Heer uw God zou zondigen. Dus die heidenvolkeren, zaad van de slang, die moesten uitgeroeid worden. Ja, ze zeggen vandaag de dag: die God van het Oude Testament is een vredegod. Maar omdat zij die boodschap van die profeten niet kennen, klagen ze God aan, maar ze klagen eigenlijk zichzelf aan. In Leviticus 18 vers 24 en 35. Verontreinig u niet door dit alles, want door dit alles hebben zij zich verontreinigd, de volkeren die ik voor u wegdreef. Het land werd verontreinigd en ik vergold daarom zijn ongerechtigheid, zodat het land zijn inwoners uitspuugde. Dus door het importeren van Marokkanen, van Turken, van Chinezen, weet ik veel waar ze allemaal vandaan komen, verontreinigen wij ons eigen
land, maar ook onze eigen identiteit, zelfs ons DNA. Deze heidenvolken zorgden steeds weer voor dat het volk Israël ontrouw werd aan hun God. Het werd zo erg dat zij zelfs een andere koning wilden hebben, zoals de heidenen die had. In Samuel hoofdstuk 8 vers 4 tot 9. Daarom kwam alle oudsten van Israël bijeen. Ze gingen naar Samuel in Rama en zeiden tot hem, zie, gij zijt oud geworden en uw zonen wandelen niet in uw wegen. Stel nu een koning over ons aan om ons te richten als bij alle andere volkeren. Toen zij zeiden, geef ons een koning om ons te richten, mishaagde dat Samuel. En hij bad tot de Heere. En de Heere zei tot Samuel, luister naar het volk in alles wat zij tot u zeggen, want niet u hebben zij verworpen, maar ze hebben mij verworpen, dat ik geen koning over hen zal zijn. Dat is in ons land ook zo. Toen het Koninkrijk der Nederlanden, dat is ook een politieke keuze geweest, tot stand kwam en we een grondwet kregen, het eerste wie buiten onze grenslijnen werd gezet, was de God van Abraham, Isaac en Jacob. Kerk en staat moesten gescheiden worden. Dat is vandaag de dag nog zo. Ons volk is goddeloos geworden. En ze zijn nog schijnheilig, want ze zijn sommigen nog christen, die noemen ze nog christen. Het is zo verschrikkelijk geworden dat Jezus zegt dat het de tijd is zoals Sodom en Gomorra. Nou, het is in de tijd van Samuel begon dat en het is doorgelopen tot in onze dagen. We gaan verder. Juist zoals zij gedaan hebben van dag af toen ik hen uit Egypte leidde tot op de huidige dag. Dat zij mij verlaten en andere goden gediend, zo doen zij nu ook tegen u. Nu dan, luister naar hen, maar waarschuw en ernstig gezegd aan hen hoe het optreden zal zijn van de koning die over hen regeren zal. Dit is de stomste beslissing die het volk Israël ooit heeft genomen. Ze hebben dan ook geweten, ze hebben dat ook geweten. Ze zouden nu slaven worden van hun koningen, maar ze hadden buiten de waard gerekend. God liet zich niet afzetten, want de koningen regeerden in de naam van God. Kijk naar ons eigen volk. Het Huis van Oranje kost ons jaarlijks 133 miljoen euro, terwijl onze hemelse koning het geheel gratis deed. Hoe dom kan een volk zijn? Democratie is slaaf van de meerderheid in het kwaad. David werd nu stichter van het nieuwe koninkrijk. We gaan verder in 2 Samuel 7 vers 8 en 9. Nu dan, zo moet gij spreken tot mijn knecht David, zo zegt de Heere der Heerscharen. Ik heb u gehaald uit de weiden van achter de schapen om vorst te zijn over mijn volk, over Israël. En ik ben met u geweest overal waar gij gegaan zijt. Al uw vijanden heb ik voor u uitgeroeid. Ook zal ik u een grote naam maken, gelijk ik van de grootte der aarde. Uit dit geslacht is de gezalde koning van Israël geboren, die nu elk moment de troon van David zal gaan bestijgen. En zo is de kring weer rond, God regeert. Nu gaan we naar een volgend stukje wat heel erg belangrijk is, en dat betekent de bestelde plaats. Die 10 verloren stammen mochten na hun ontsnapping uit de gebieden waar ze in ballingschap waren, kregen een plaats van God toebediend, waar het volk zich nu heeft verzameld in de loop der eeuwen. We laten vers 10 van 2 Samuel 7 eens nader bekijken. God zegt, ik zal een plaats bepalen voor mijn volk, voor Israël, en het planten, zodat het op zijn eigen plaats kan wonen, zonder dat er meer opschrik voor worden door boosdoeners, het onderdrukken zoals vroeger. Toen de Heere deze woorden sprak, was het volk Israël al in het beloofde land. En toch sprak de Heere deze belangrijke woorden. Daarom gaat het hier om een andere plaats buiten hun eigen woongebied. Met andere woorden, niet naar Assyrië. Daarom lees 1 Koningen 14 vers 15. Dan zal de Heere Israël slaan, zodat het wiegelt als een riet in het water. Hij zal Israël wegrukken van deze goede grond die hij hun vaderen gegeven heeft. En hij zal hem aan de overzijde van de rivier verstrooien, omdat zij hun gewijde palen gemaakt hadden en daardoor de Heere
gekrenkt hebben. We kijken naar de troon van David. Na de dood van Saul werd koning David koning over het huis van Juda. En Ezobed, de zoon van Saul, werd koning over het huis van Israël. In 2 Samuel 2, vers 4 en vers 8 en 9. Opdat de Heere het woord gestand mogen doen, dat hij ergaande mij gesproken heeft, u dien uw zonen op hun weg acht geven en trouw, met hun gehele hart en met hun hele ziel voor mijn aangezicht wandelen, dan zal het u niet ontbreken aan een man op de troon van Israël, dat wil zeggen van de 10 stammen. En zie, bij u is Shimi, de zoon van Gera, de Benjaminiet uit Barachim, hij was het die mij met een vreselijke vloek vervloekte, toen ik naar de Magian ging. Hij was het ook die mij tegemoet kwam naar de Jordaan. Toen heb ik hem bij de Heere gezworen, ik zal u niet met het zwaard doden, maar nu moet gij hem niet ongestraft laten. Want gij zijt een wijs man en weet wel wat gij hem doen moet om zijn grijze haren met bloed in het dodenrijk te doen neerdalen. Ezobed regeerde 2 jaar. Alleen het huis van Juda volgde David. Er was een lange oorlog tussen de beide huizen in die dagen. Maar later werd David koning over geheel Israël. 2 Samuel 5 vers 1 tot 5. Siram nu, de koning van Tyrus, zond zijn dienaren naar Salomo, omdat hij gehoord had dat men hem tot koning gezalfd had in de plaats van zijn vader. Want Siram was altijd met David zeer bevriend geweest. En Salomo liet aan Siram zeggen, gij weet dat mijn vader David niet in staat was voor de naam van de Heere zijn God een huis te bouwen wegens de oorlogen die zijn alle kanten tegen hem voeren, totdat de Heere hen onder zijn voetzolen gelegd had. En nu heeft de Heere mijn God mij rust gegeven, allerwege, er is geen tegenstander en geen rij onheil. En zie, ik denk voor de naam van de Heere mijn God een huis te bouwen, zodat de Heere mijn vader David toegezegd heeft, uw zoon, die ik u in uw plaats op uw troon zal zetten, die zal voor mij een huis bouwen. Oftewel, een tempel. In Hebron regeerde David 7 jaar en 6 maanden over Juda. En het waren 3 stammen, Juda, Benjamin en Levieten. En in Jeruzalem regeerde hij 33 jaar over geheel Israël. Zo was David de tweede koning over het huis van Juda. Maar de derde koning over de geheel Israël. Na zijn dood regeerde zijn zoon Salomo over Israël. In 1 Koningen 2 vers 12 staat, en Salomo zat op de troon van zijn vader David en zijn koningschap werd zeer bevestigd. Want de Heer had beloofd dat hij de troon aan David zou bevestigen. In 2 Samuel 7 vers 8 tot 16 lezen we dan ook, nu dan, zo moet gij spreken tot mijn knecht, tot David, zo zegt de Heere der Heerscharen, ik heb u gehaald achter de weiden van achter de schapen om vorst te zijn over mijn volk, over Israël. En ik ben met u geweest overal waar gij gegaan zijt. Al uw vijanden heb ik voor u uitgeroeid. Ook zal ik u een grote naam maken, gelijk die van de grote der aarde. Ik zal een plaats bepalen voor mijn volk, voor Israël en het planten, zodat het op zijn eigen plaats kan wonen, zonder dat het meer opgeschrikt wordt en boosdoeners het onderdrukken zoals vroeger. Sedert de tijd dat ik rechters over mijn volk Israël aangesteld heb, ik zal u rust geven van al uw vijanden. Ook kondigt de Heere u aan, de Heere zal u een huis bouwen, wanneer uw dagen vervuld zijn en gij bij uw vaderen te rusten zijt gegaan. Dan zal ik uw nakomelingen, uw eigen zoon, na u doen optreden en ik zal zijn koningschap bevestigen. Die zal in mijn naam een huis bouwen, en ik zal zijn koninklijke troon voor immer bevestigen. Ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. Wanneer hij ongerechtigheid bedrijft, zal ik hem tuchtigen met de roede der mensen en met de slagen der mensenkinderen. Maar mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken, zoals ik haar heb doen wijken van Saul, die ik voor uw aangezicht heb weggenomen. Uw huis en uw koningschap zullen voor immer bestendig voor uw aangezicht en uw troon zal vaststaan voor
altijd. Ook in Jeremia 33 vers 17 lezen wij het volgende. Want, zo zegt de Heere, nimmer zal het David ontbreken aan een man die op de troon van het huis van Israël gezeten is. Let op, dat is nog steeds de 10 stammen. In 2 Kronieken 13 vers 5 is het u niet bekend dat de Heere, de God van Israël, het koningschap over Israël altijd aan David gegeven heeft, aan hem en aan zijn zonen een zout verbond. We hebben 1 Kronieken 17 en 7 vers 15 wordt weer aangehaald, wat ik al eerder heb gelezen. Nu dan, zo moet gij spreken tot mijn knecht David, zo zegt de Heere, de Heerscharen, ik heb u aangesteld uit de weide van achter de schapen om een vorst te zijn over mijn volk Israël. En ik ben met u geweest overal waar zij gaat. Al uw vijanden heb ik voor u uitgeroeid, ook zal ik u een naam maken als die van de grote der aarde. Koning Salomo heeft tijdens zijn regeringsperiode heel veel vrouwen uit andere volkeren tot vrouw genomen, die zijn zoon het koningschap over de 10 stammen gekost heeft als straf. Gij, in 1 Koningen 11 vers 1 tot 13 lezen we het volgende. Lieve mensen, het zijn hele lange stukken die ik met u behandel, die ontzettend belangrijk zijn om eigenlijk zelf te lezen. Wat wilt u inzicht krijgen in het evangelie van het koninkrijk, moet u dit eigen maken. Ik ben geen prediker die maar een paar tekstjes doet en een verhaal omheen breidt om u te vermaken. Dan vergist u zich. Ik wil u thuisbrengen bij uw oorsprong, bij uw DNA. U bent één van die verloren schapen van het huis van Israël. Het is uw vaderlandse geschiedenis wat ik behandel. Wij kijken in 1 Koningen 11 vers 1 tot 13. Koning Salomo nu had behalve de dochter van Farao vele vreemde vrouwen lief. Daar gaat hij ze opnoemen. Vijanden van Israël. Moabitische, Amoritische, Edomitische, Sidonische en Hittitische. Behorend tot dit volk van wie de Heere tot Israël had gezegd, gij zult u met hen niet inlaten. Ze zijn precies dezelfde volkeren die nou in ons eigen land zijn. Dat onkruid is niet opgelost in de lucht. Turken stammen af van Esau, Amalek. Ook die valse Joden. Ja. En God zegt, gij zult u met hen niet inlaten. En zij zullen zich met u niet inlaten, voorwaar zij zouden uw hart meevoeren achter hun goden. En haar hing Salomo met liefde aan. En hij had als vrouwen gehad 700 vorstinnen en 300 bijvrouwen. En zijn vrouwen verleidden zijn hart. Het schiedde namelijk, toen Salomo oud geworden was, dat zijn vrouwen zijn hart meevoerden achter andere goden, zodat zijn hart de Heere zijn God niet volkomen was toegewijd, gelijk dat van zijn vader David. Zo liep Salomo Astarte der godin der Sodiniërs achterna en Melkom de gruwelende Amorieten en Salomo deed wat kwaad was in de ogen des Heeren. En hij volgde de Heere niet ten volle, zoals zijn vader David. Toen de tijd bouwde Salomo een hoogte voor Chemos, de gruwel van Moab, op de berg ten oosten van Jeruzalem, en voor Moloch, de gruwelen der Ammonieten. Hetzelfde deed hij voor zijn vreemde vrouwen, die reukoffers en slachtoffers aan hun goden brachten. Derhalve werd de Heere vertoornd op Salomo, omdat zijn hart zich afgewend had van de Heere, de God van Israël. Dat is wat wij vandaag de dag precies doen. We hebben meer dan 300 moskeeën in ons land, moet je nagaan. Hoe wij God tarten. Men wil het christendom in ons land uitroeien. En die heidenen mogen eigen tempels bouwen. En ze schreeuwen tot ons om over ons te regeren. Een hele gevaarlijke politieke partij DENK. Pas op. Het is onkruid. Het is vergift in onze samenleving. God waarschuwt ons ervoor. Want de Heere God was aan Salomo tweemaal verschenen, die hem de derde zaken geboden had geen andere goden na te lopen. Maar hij had dit niet in acht genomen wat de Heere geboden had. Toen zeide de Heere tot Salomo, omdat het u zo gesteld is dat mijn verbond en mijn inzettingen die ik u geboden had niet in acht genomen heb, wat ons Nederlandse volk en overheid ook niet doen, zal ik voorzeker het koninkrijk van u afscheuren en het u knecht geven. Maar bij uw leven zal ik het niet doen, ter wille van uw vader David. Uit de hand van uw zoon zal ik het afscheuren
evenwel zal het niet het gehele koninkrijk afschudden. Eens dan zal ik aan uw zoon geven, ter willen van mijn knecht David, ter willen van Jeruzalem, dat ik verkoren heb. En zo is het koninkrijk Israël, die God uit Egypte heeft verlost met een zeer sterke hand, heeft hij een land gegeven, hij heeft die volkeren, dat onkruid volkeren, heeft hij verdelgd. Hij heeft Israël een land gegeven van melk en honing. En ze gingen morren, zoals ook al in het moestijn morren. Duizenden zijn toen omgekomen. Lieve mensen, God laat niet met zich spotten. Onze overheid spot met God. Onze kerkelijke leiders spotten met God. U zelf spot met God. Waar is uw geloof? Waar zijn die vruchten van een bekering in ons land? Het is onvoorstelbaar hoe ons volk afgedwaald is en nog erger geworden is dan heidenen. Knappe vrouwen laten zich vol tatoeëren. Ze snuiven, ze spuiten, ze doen. Echtscheiding. Vrouwen die hun kinderen laten vermoorden in hun eigen buik. Vrouwen willen de man van de troon stoten. U weet niet wat er allemaal overkomt. En het wordt steeds slechter en steeds slechter. En steeds lopen we achter die lolly aan die Rutte u voorhoudt met zijn zogenaamd nieuwe kabinet. U gaat er aan onderdoor. Dit stuk uit Exodus wat ik nu met u behandeld heb is zo ontzettend belangrijk. Want het einde daarvan gaat u meemaken nu op dit moment. Daarom is het nu de tijd om uw Bijbel goed te bestuderen. Om een nieuwe stap te maken met God. Dat heet bekering, wedergeboorte. Wijd u aan God en God zal zich aan u wijden. Nou, de volgende keer ga ik dit weer spreken, maar dan over de scheuring. Wat er gebeurd is toen God, nadat hij aan Salomo had gezegd, dat hij het koninkrijk zal afscheuren. Dus de 10 stammen verlaten de 2 stammen. Er staan straks 2 koninkrijken. Eén in het noorden met de naam Huis van Israël. En het andere Huis van Juda. De 2 stammen. Vandaag aan de dag wordt nooit meer gesproken over het koninkrijk van God. Heer Jezus heeft gezegd, je moet het koninkrijk zoeken. Maar we hebben zoveel koninkrijken zelf opgericht dat we daar geen belangstelling voor hebben voor het koninkrijk van God. Ik geef al vele, vele jaren les in dat evangelie van het koninkrijk. Ook in mijn eigen gelederen heb ik altijd moeten knokken op, altijd weer opnieuw, van mensen die dat evangelie aanvallen. Ze vergeestelijken alles. En ze denken heel vroom dat ze God dienen. Maar het is dus niet zo. Jezus zegt, zal ik nog geloof vinden als ik terugkom? Je moet eens over nadenken. Zal ik nog geloof vinden? De kerken lopen massaal leeg. Elke keer worden kerken verkocht. Maar die moslims mogen bouwen. Volkeren van de hele wereld komen op Europa af, maar ook op ons. Sprinkhanen op God. God zegt, ik zal sprinkhanen over u uitstorten, Israël. En sprinkhanen zijn kaalvreters. En ik ontdekte van de week dat een koekoek een vogelsoort is die zijn eieren legt in een andermans nest. En hij gooit die andere eieren eruit en dan laat die andere vogel voor mij uitbroeden. Dat doen precies die moslims. Kijk maar naar Denk. Ze schreven met een Nederlands paspoort dat ze Nederlanders zijn. Wat een leugen. Hij heeft niet hetzelfde DNA als ik. Een tegendeel. Hij is mijn aartsvijand. Jacob en Esau. Ik ben een wederom geboren Israëliet. En hij is een nakomeling van Esau, Amalek. En ik heb u laten zien dat God een strijd heeft van eeuwigheid tot eeuwigheid. Laat u niet langer misleiden. Keer terug tot die gezalde koning van Israël. Jezus is niet een allemans vriend. Hij is niet gekomen om de hele wereld zo te redden. Dat is een pertinente leugen. Hij is gekomen om u en mij, het volk van Israël, de 10 stammen, om die te verlossen. Om daar weer een koninkrijk van te maken waarover hij zelf zou regeren. Daar gaan mijn studies over. Ik heb Jezus van harte lief, omdat hij zo'n groot offer voor u en mij heeft gegeven als volk. Want wij zijn kinderen van de levende God.
Dat is geen sprookje, dat is de realiteit. God is onze Vader. Ik heb recentelijk een mooie studie gemaakt. Onze Vader is Israëls Vader. Ik wens u toe dat u een omkeer maakt in uw denken en op zoek gaat naar de waarheid van het Koninkrijk van God. Amen.